De wereldberoemde cellist Yo-Yo Ma was onlangs in het land om de Concertgebouwprijs in ontvangst te nemen. Hello, listeners of the Klank Café. This is Yo-Yo Ma. Please, stay tuned. De Concertgebouwprijs betekent voor Yo-Yo veel. For me, the award is special because I treasure great memories and great friendships. Ik sprak hierover met Yo-Yo, maar ook hoe moet je je ontwikkelen als je jong bent en je wilt de muziek in. De cellist heeft een bijzondere band met Nederland en vooral met de stad Amsterdam. I feel so much of my life has been formed by the people here in Holland and in particular in Amsterdam. Maar wat voor bijzondere rol speelde het Concertgebouw nou precies in Yo-Yo Ma's leven? The Concertgebouw has been one of the primary places where I've been able to try many different things. And Martijn Sanders basically one day asked me, will you try and think of and imagine what you'd like to do in a number of concerts, the carte blanche idea. De voormalig directeur van het Concertgebouw, Martijn Sanders, bood Yo-Yo Ma een unieke kans. Hij kreeg een paar keer de totale artistieke vrijheid om de zaal van het Concertgebouw te programmeren. And so the Concertgebouw has been very much part of my maturing process in life. De concertserie Carte Blanche was geboren en het maakte Yo-Yo Ma in één keer echt volwassen als artiest. When somebody on the outside comes in and says, we believe in you, we think you can do this. And of course my reaction is, I didn't know that. You really think so? That is huge. And I can't tell you how important this is in anybody's development. So I certainly am the beneficiary of that. Door het blinde vertrouwen van Martijn Sanders in Yo-Yo Ma ging zijn carrière daarna als een komeet. So often in society we also get, no, you can't do that. No, you can't do that. This is verboden. This is verboden. You know, so I think you have... You say this word verboden. It's nice to hear. And sometimes we say that word too much in our culture. It's verboden. Mag niet. Ja, mag niet. Van dat mag niet gevoel is Yo-Yo gelukkig altijd wars gebleven. En dat probeert hij ook aan een nieuwe generatie muzici door te geven. Hoe denkt hij over repeteren en samenspelen? The idea of making music is... It's like playing in the sandbox, you know, or building a sand castle. And okay, so today we tried this. Maybe another day we do it. As opposed to saying, you must do it this way. This is the only way. Muziek maken of repeteren is als een soort van zandkasteel bouwen. Het kan elke dag weer anders zijn. Behoud daarin altijd je vrijheid. And I think for any young person, there's also a delicate mix and balance between I want to make these sounds because I just love these sounds and my friends like that too. En het wordt des te beter en mooier als je samen speelt. I think the long goal is always to say, if you can make one sound, it may sound like somebody else. But if you make two sounds, nobody else will think of it in exactly the same way you do. So if you put three sounds, suddenly the universe opens up. And I think for any young person, there's also a delicate mix and balance between I want to make these sounds because I just love these sounds and my friends like that too. Als je muziek maakt, wil je dat ook graag delen. En als je deelt, dan geef je weer inspiratie aan een nieuwe generatie.